Miguel, jouw contractverlenging vandaag bij Cirkel Brugge. Wat betekent dat voor jou? Want ik heb het even opgezocht, je gaat je zevende seizoen in meester. Ja, het is al een heel lange tijd. Ik had nooit verwacht dat ik zo lang ging meegaan bij Cirkel Brugge. Dus het is een hele eer dat ik nu mijn zevende seizoen mag aankondigen bij Cirkel Brugge. Mogen we je ondertussen een echte cirkel dan noemen? Of loopt hier toch wel echt? Ja, zeker. Ik heb een heel goede voeling met supporters, bestuur, iedereen in het bureau. Dus ik kan wel zeker zeggen dat ik toch een cirkelboy geworden ben. Cirkelbrugge heeft me toch wel mijn hart veroverd. Ik had nooit gedacht dat het zo lang ging gaan. Maar de supporters, bestuur, iedereen heeft me wel mijn hart gesloten, denk ik. Dus ik ben zeker wel een cirkelboy geworden. Ze hebben me altijd gesteund toen ik als derde doelman hier toe kwam. En dan naar tweede, dan eerste. En dan ook natuurlijk na mijn zware ziekte dat ik meegemaakt heb, hebben ze me ook altijd gesteund. Ik weet nog op de vandaag hier dat ze een grote lijst met allemaal steunwoordjes en zo allemaal opgeschreven. Dus dat doet enorm veel deugd. En als je dan terug een jaartje kan bijtekenen, denk dat het altijd wel leuk is voor mij, maar ook voor hen, denk ik. Wat is je doelstelling nu? Zoveel mogelijk spelen. Ik kan er zeker alles aan doen om mijn plaatsje te krijgen in het doel. Dus ik kan er alles aan doen. Ik kan zeker mijn best doen in de voorbereiding. En dan is natuurlijk de trainer die beslist wie er staat. Dus ik doe er zeker alles aan.